Goedemorgen, het is vandaag weer maandag. Strontzagrijnig teruggekomen van het boodschappen doen. Echt super, super zagrijnig. Dus ja, dat hield het ook alweer tegen. Moet je kijken, jacht maar. Hier. Waarom moet je één keer met een flesje gooien? Hou nou op! Ja, bijna in het vuur. Oh man, wel, kijk dan! Goedemorgen, het is vandaag weer maandag. De week gaat weer beginnen. Ja. Hey, ik heb Michelle vandaag niet naar school te brengen. Want ik heb natuurlijk gisteren die band geplakt. Dus ja, de kids zijn allemaal naar school toe. Ik ga zo even mijn ontbijt opeten, dan aan het werk. Vanmiddag even een uurtje op Rosa passen. En dan daarna snel boodschapjes doen. Het huis weer opruimen. En ja, dat is het eigenlijk wel weer. Kijk, daar staat hij weer. Mijn bordje havermout en een kopje koffie. En bekant weer een hele dag later is dat gewoon zo wat. Nee hoor, ik overdrijf meestelijk weer. Ik heb gewerkt, ik heb even op Rozen gepast en boodschappen gehaald. En strontzagrijnig teruggekomen van het boodschappen doen. Ik was echt super, super zagrijnig. Ah, weet je, ik vind dat zo'n ramp boodschappen doen. En dan denk je dat je op een rustig moment van de dag gaat en is het helemaal niet rustig. Ik moest ook een grote zak hondenvoer voor Bella halen. Die staat trouwens nog in de achter in de auto. Want die moet ik nog even ophalen zo. Want de auto staat heel ver op de parkeerplaats, want ik woon in een autovrij hofje. Maar goed, dat terzijde. En dan gaat iedereen gewoon voor je lopen. En ze zien je met zo'n grote zak op je schouder. Ze zien je moeilijk lopen doen. En dan, oh man, je komt me echt... Dan word ik zagrijnig van. Ik word niet snel zagrijnig, maar daar word ik wel zagrijnig van dan. Maar ik heb ook niet zo heel veel te delen vandaag. En dat had ik gisteren dus ook. Had ik gewoon echt niet zo heel veel te delen. En dan denk ik wel eens van ja, is het niet beter om een weekvlog te doen? Want gisteren was het gewoon echt een beetje een hangdag of zo. Weet je, echt zo'n hangdag dat je denkt van ja, wat moet ik hier nou van delen? Het is helemaal niet, het was mooi weer en ik was eigenlijk alleen maar... de computer bezig. Alleen maar geëdit. Dus ja, wat moet ik dan delen? Michelle de fietsband gemaakt. Maar ja, die was me aan het helpen en die wilde niet gefilmd. Vond ze niet leuk. Dus nou, dat heb ik maar niet gedaan. Want anders ging ze me niet helpen. Want het helpen vond ik toch echt even belangrijker dan het filmen ervan. Dus ja, dat hield het ook alweer tegen. Struggles. Inmiddels is Steven thuis gekomen. Probeer hier nog... Ik probeerde te editen, maar hoor het geluid. Final Fantasy. To Xena kent. Voor degene die weten hoe Final Fantasy klinkt. Het klinkt zo. Kijk. Bella met een move. Buiten. Ik wil gewoon naar buiten. Toch? Steven is net thuis. Hoe laat is het, Janke? 5:00. Daniela komt er ook zo aan. Een mooi hondje. Er liggen allemaal trooiharen achter jou op de bank. Is die daar weer gelegen? Ligt die altijd? Nou, daar ligt hij tegenwoordig. Nu kijk ik die achterlaat. Hier. Kijk dan. Bella, je naar buiten? Ja. Yeah. Echt, ik word hier zo zagrijnig van. Echt. Waarom moet je een keer met een flesje gooien? Hou nou op. Kappen nou. Echt. Nou, ondertussen ben ik hier krieltjes aan het bakken. Zo.
vervelende jong, dat is zo strontvervelend bezig. Echt. Ga nou opsteken. Ga alsjeblieft je moeder pesten. Oh nee, niet mijn pesten. Ga iemand anders pesten. Ben je toch helemaal gek van het geluid? Boem, 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 boem. En Bella wil heel graag naar buiten hier achter me. Dus. Steven is wel net thuis, dus ja, oké. Okay. Ja, bijna in vuur. Oh man, wel. Kijk dan. Je had het er bijna in. En we zijn nog niet helemaal klaar met onze film. Maar we gaan onderweg naar Aquavaria. Ik heb niet heel veel gevlogd vandaag, sorry. Maar niet eens je eten. Niet eens mijn eten. Maar ik heb wel verteld wat we gingen eten. Dat waren hamburgers, krieltjes en sla. Dus ja, maar stiekem heb je gewoon pizza besteld. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Dat kan ik ook gewoon uit de vlog laten. Dus dat is gewoon, dat moeten jullie maar geloven, zeg maar. Kijk, ze loopt gewoon echt te stoken hier zo. Is dat. We gaan snel naar Aquavaria en ik heb geen zin. Ik ben moe. Je hebt nooit zin. Je bent altijd moe. Ja, ik ben altijd moe. Altijd moe. Altijd moe. Aquavaria, zoals jullie zag je in mijn kleedhokje. We zijn weer thuis. Danielle is ook weer naar huis. En ik ga nog even de vlog uploaden. Ik sluit deze video af. En ik weet dat ik een hele slechte vlogger vandaag ben geweest. Want ik heb bijna niet gefilmd en ik heb bijna niks gedaan heb. Nou, ik heb wel dingen gedaan, maar niet wat filmwaardig was of zo. Dus, nou, ik sluit hem af. Vond je hem toch leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Abonneren kan op de abonneerknop of in het rondje, in het hartje. Je weet het wel. Ik zie jullie morgen weer. En het wordt vast veel, veel, veel leuker met de kindjes en zo. Ik zie jullie morgen weer. Slaap lekker voor straks. En...